Een hele goede dag, lieve kijkers. Welkom wederom op mijn kanaal veganlounge.nl. Nou, deze middag ga ik een heerlijke, gezonde, zoete aardappelen soep maken met limoen, rode ui en een stukje knoflook. Verder doe ik de kruiden bij, zoals koriander, platte selderij of peterselie, hè, voor het heerlijke kruidige smaak. Nou, dan doe ik Himalaya-zout naar smaak, een klein beetje koud geperste olie, harira-kruiden. Harira is dus een soep in het Marokkaans. Harira-kruidjes. Maar als je geen harira-kruiden hebt, kun je gerust een beetje currypoeder gebruiken of een beetje kurkuma-poeder gebruiken, een beetje peper, etc. Chilipeppers mag ook. Kijk maar wat jij lekker vindt. Nou, deze soep is super gemakkelijk om te maken, heel snel ook. En ik ga ook als bonus heerlijke banaan, kikkererwten, pannenkoekjes maken. Goed, prima. Nou, dan gaan we gauw beginnen. Allereerst heb ik de zoete aardappel. Deze is best wel groot, dus ik kan een soepje maken voor twee personen. Of als het voor één persoon is, nou, dan kun je de rest van de soep in de vriezer stoppen. Allereerst ga ik de zoete aardappel dun schillen. Heel super makkelijk. Niks moeilijks aan. En het is ook super lekker. Nou, de zoete aardappel en de limoen. Nou, zoete aardappel is gewoon zoet, heerlijk. En dan het zure van de limoen erbij is gewoon super verrukkelijk. Goed, allereerst ga ik de zoete aardappel in grove stukken snijden. Heel simpel. De bedoeling is dat ik later alles ga blenden. Super simpel. Geen zoete aardappel lusten, dat kan. En dan kan je ook wortelen gebruiken. Dat is een alternatief, vind ik dan, voor een zoete aardappelsoep. Goed, daarna de rode ui. Ook in grove stukken of fijne stukken snijden. Goed, dan ga ik alvast alles in de soeppan doen. De zoete aardappeltjes. Uitjes. En voilà. En dan heb ik kant-en-klare, fijn gesneden koriander en platte selderij. Ongeveer 2 eetlepeltjes. Zo. Knoflook. Doe ik dan hierin zo. Eén teentje is genoeg trouwens. Zout naar smaak, ongeveer een theelepeltje. Zo. Goed, de limoen doe ik later erin, dus dat laat ik even zo. Ik zet het wel alvast even klaar. Nou, dan gaat hier ongeveer 1 liter water in. Ik ga 1 Zonnatura bouillon erin doen, in de soep. 1 is genoeg. Een eetlepel koud geperste olijfolie. Een theelepeltje harira kruiden zo. Goed, de ingrediënten van de heerlijke pannenkoekjes zijn als volgt.
halve kop kikkererwtenmeel, 2 bananen, halve of 1 theelepeltje baking soda. Ik doe straks een beetje citroen erop. Heel klein beetje zout. Ik ga garneren met zonnepitten en een theelepeltje kaneelpoeder van Ceylon. Dat is de beste kaneelpoeder die er is. En een heel klein beetje koud geperste olie, maar dat hoeft niet. En dan gebruik ik de havermelk van Barista. Klein beetje citroen op de baking soda, super belangrijk. Banaan. Halve kop havermelk, kokosmelk mag ook. Heel klein beetje zout naar smaak. En dan mixen maar. Halve theelepeltje kaneel. Goed, zodra alles lekker gaar is, voeg ik 1 limoensap toe. En voilà. En dan ga ik deze zo blenden. Maar eerst de pannenkoekjes. Goed, ik ga een klein beetje klassieke olijfolie erin doen. Deze is dus voor het bakken. Een beetje zonnepitten erop. Mag, hoeft niet. Je mag ook pompoenpitten erop doen. Dat is ook super, super lekker. Goed, mijn pannenkoekjes zijn klaar. Volgende stap, ik ga de groenten pureren. Goed, ik begin met de groenten. Voorzichtig in de blender. Ze zijn echt lekker gaar, het ruikt ook super lekker. Op de achtergrond hoor je de afzuiger. Ik heb het vergeten te zeggen. Als je denkt, wat is die lawaai? Dat is de afzuiger. En daarna voorzichtig de bouillon. De maximum niet overschrijden. Wat ziet het er toch weer lekker uit. En voilà, mijn zoete aardappel met limoen en heerlijke kruiden is klaar. Nou, ik ga nog even garneren met kokosroom.
en een klein beetje zonnepitten. En mijn heerlijke maaltijd is klaar. Zo ziet het eruit. Een uur van de waarheid. Ik ga proeven. Ik ben echt super benieuwd hoe dit gaat smaken. Heerlijk. Het is zoet. Fris door de limoen. Fantastische combinatie met kokosroom. Heerlijk gewoon. Echt. Het is zo lekker. Licht verteerbaar. Verwarmend. Super, super. Nou, en ik kan natuurlijk ook dippen. Deze heerlijke pannenkoekjes. Zo. Glutenvrij, veganistisch. Wat wil je nog meer? Nou, dit is echt gelukt. Super makkelijk om te maken. Super gezond. Super verzadigend. Ja. Ik ga in ieder geval genieten. Vind je deze video een hele leuke video? Geef het dan een duimpje omhoog. Deel deze video met jouw vrienden, familie, kennissen, collega's. Wie dan ook, deel deze video. En ben je nog geen abonnee op mijn kanaal veganlounge.nl? Klik hieronder op het rode knopje. En daarnaast klik op het belletje. Want zodra ik weer een fantastische video voor jou heb, dan krijg jij een notificatie. En dan wens ik je uiteraard een super mooie dag en tot de volgende video. Daag!